Hallo, ik ben Maya Pauwels. Ik kom al 10 jaar naar Werther. Er was even twijfel of dat vandaag zou lukken, maar dankzij ambulancewens ben ik er toch geraakt voor de cure. Ik ben hier vanavond met mijn papa en dan mijn broer en schoonbroer en heel veel vrienden daar rond. Allemaal mensen die we hier leren kennen hebben. Als je hier toekomt, is altijd met enthousiasme van iedereen. En dat bouwt op, weken op voorhand. En dat is gewoon het fijne eraan. Alle plannen dat ik heb, wil ik wel doen. Een paar waarvan dat ik denk, ja, die staan gepland eind van de zomer. Die schuiven we een maand voorop, omdat ik die wel nog heel bewust wil meemaken. Ik wou een feestje geven eind van de zomer, omdat ik dan 7 jaar patiënt ben. Maar dat is geen feestje niet meer, omdat ja, het is, de sfeer er rond is te raar. Maar we gingen comedy brengen. Dus dat gaan we nog altijd doen. En we gaan kanker een keer goed bashen en roosten. Het is heel gemakkelijk om in hetzelfde plan over te gaan. En dat houden mij wel tegen. Terminale mens verveelt zich niet graag, want de tijd gaat te traag. Verveelt zich wel graag, want de tijd gaat traag. Mijn zoontje reageert daar ook zeer nuchter op. Nu, het laatste nieuws is wel harder binnengekomen. Van ja, mama gaat niet genezen. En nu heeft hij het wat moeilijker. Maar het is een hele flinke 9-jarige, omdat zijn mama al zo lang ziek is. En hij is zeer verstandig en hij weet wat dat er gaat gebeuren. En heeft zelf gekozen waar dat hij wil wonen als ik er niet meer ben. Maar het blijft een kind natuurlijk. Ik denk dat de keuze niet op mijn pad zou gekomen zijn. Moest het niet de juiste beslissing zijn, dan was het niet doorgegaan vandaag. Ik voelde mij goed genoeg. Morgen zal ik misschien anders denken. Maar dat zien we wel. Hè. Anders was vorig jaar mijn laatste keer geweest. En dat had ik niet fijn gevonden. Dat was niet goed. Dat was ik ook ziek. En nu kan ik er nog een fijnere herinnering van maken.